Op de bezetting van de voor Oekraïense vluchtelingen bedoelde chalets volgde een bezoek van de wethouder, een gesprek op het gemeentehuis, crisisoverleg, opnieuw een bezoek van de wethouder en aan het einde van alle gesprekken een getekende overeenkomst. Ik heb getekend met de belofte dat wij binnen 3 jaar, ik zal niet zeggen dat, he, dat er al gebouwd wordt, maar dat wij eindelijk kunnen zeggen, kijk, daar komen we straks staan met z'n allen. Maar die belofte heeft de wethouder niet gedaan en staat ook niet in de overeenkomst. Wel een belofte voor inspanning en het uitspreken van veel hoop, maar dat is natuurlijk aanmerkelijk minder hard. Dit is wat ik nu kan bieden en ik hoop van harte dat we dat in ons eerste overleg concreter kunnen gaan maken. Ik hoop ook van harte dat ik dan met alle, niet allemaal, met een vertegenwoordiging van alle woonwagenbewoners kan spreken, zodat ik ook weet wat er op de andere kampen speelt, wat de wensen zijn. Het enige waar ik echt wat over kan zeggen is hoe ik het de komende 4 jaar wil gaan doen. En ik weet dat ze in het verleden teleurgesteld zijn en dat maakt mij extra gemotiveerd om te zorgen dat we dit keer daadwerkelijk locaties kunnen organiseren. En er ligt een optie op tafel, heb ik begrepen. Daar ga ik serieus naar kijken. Ik hoop van harte dat kan. Vanaf vandaag is het dan beschikbaar om er woonwagens op te zetten. Ja. Dat mag van mij. Ja, precies. Nee, er is toestemming. Dat kan heel snel gebeuren. Als je nou dus zegt, het mag, woonwagens opzetten, dan kennen we het hier afhandelen. En wat er binnen 3 jaar mogelijk is, daar kan ik op dit moment niks over zeggen. Maar wat mij betreft, zoveel als mogelijk. Hier heb ik ook nog een beetje twijfels over. Ik hoorde net ook wat zeggen. Hij is wel ondertekend van alle partijen. Maar ik zit toch met één stukje. Dat is, ze gaan dadelijk straks toch, als we een locatie vinden, gaan ze toch de omwonenden informeren. En dan komen we toch helaas, bang voor weer terug, dat die mensen er toch tegen zijn. De burgerlijke bevolking noemen wij dat. Maar heel veel keus was er niet. Want wat er zou gebeuren als de woonwagenbewoners zouden blijven zitten, daarover was de wethouder wel heel stellig. Dan ga ik er niet meer over als wethouder wonen. Dan gaat de burgemeester en de driehoek van politie en openbaar ministerie erover. En ik hoop echt heel van harte dat dat niet nodig gaat zijn.